2011? Net zo goed als afgelopen jaren. Heel goed, ik heb al twee hele goede gesprekken gehad. Ja, we zijn net binnen, maar het bevalt wel goed. Ja, meteen een heleboel papieren en heel veel tasjes. Maar ja, het ziet er leuk uit. Waar ben je nou op zoek vandaag? Naar werk. Misschien een kleine oproep op de camera? Oh, nou, hallo, ik ben Kees Kortmulder. Ik zoek eigenlijk een baan. Waar zijn we nou op zoek? Vooral het onderdeel social media. Dat is echt waar wij als organisatie druk mee bezig zijn. En kijken hoe we dat nou kunnen integreren binnen onze organisatie. Ga je seminars volgen? Ja, we gaan nu naar Theater 7. En dat gaat over LinkedIn trouwens. Het is heel leuk, het is weer verfrissend. Vorig jaar leek het drukker te zijn dan dit keer. Maar ik denk dat het ook een beetje komt door het slechte weer. Dat is wel jammer, maar ik heb het erg naar mijn zin. Echt hele leuke mensen die hier rondlopen. Veel leuke leads kunnen verzamelen ook. Dus ja, dat is wel leuk. Wat is er anders dan vorig jaar voor jullie qua wat jullie aan het doen zijn? Vorig jaar stonden we met 3 stands voor onze 3 disciplines. Dit jaar staan we met 1. En dan natuurlijk op een VIP-plek, dus dat is al helemaal anders. Maar ja, ook de invulling ervan. We hebben vandaag een gratis fototeam die we weggeven. We staan hier met Cuba Libres, dus het is gewoon net wat pittiger. Het ziet er prachtig uit. Ja, dankjewel. Hoe zie je nog vandaag? Dankjewel, jij ook. Dat is het speel- en bouwspel wat we ontwikkeld hebben voor Van de Spek importeurs. En die importeren dit soort bouwmachines die we helemaal op maat hebben ontwikkeld als speelstukken voor in hun spel. Wat zij vervolgens weer als geschenk hebben ingezet tijdens het jubileum. Ja, met helmpjes als Met bouwhelmpjes pionnen. Inderdaad. Maar ja, bij bouwen hoort ook klei bijvoorbeeld. Iets opvallends meegemaakt dan? Ja, ik ben net bij Boekie geweest van Johan Enschede en Zonen. En dat vind ik een mooie nieuwe techniek waar ik over ga nadenken, wat ik daarmee kan. Inspiratie opgedaan dus? Ja, dat hopelijk wel. Maar dat werkt bij mij altijd 's nachts. Dan word ik wakker, heb ik een plan in mijn hoofd. Dus afwachten. Er wordt ontzettend geïnteresseerd gekeken op het programma. Wat gaan jullie volgen zometeen? Dat is de handvraag. Dat weten jullie nog niet? Nee, we zijn er nog niet helemaal uit. Jullie hebben niet van tevoren thuis echt uitgebreid en de route vastgestippeld die jullie gaan lopen vandaag? Nee, dat niet echt. Maar er komt nu wel een ideetje ineens wat me te binnen schiet. En dat is? Door jouw inspirerende aanwezigheid. Ik denk dat we nu de dingen gaan weten die we nog niet weten about things you didn't know about analytics. Wat heb je zo al meegemaakt al in deze 2 dagen? Het is best wel druk. We staan voor het eerst op de Marcom. Met een collega bedrijf. Het is druk, goed bezocht, goede mensen ook, goede contacten. Het is wel leuk dat jullie net als de dames gewoon dat die print helemaal jullie kleren hebben doorgewerkt. Die hebben ze ons nog gedwongen hoor. Ja? Ja. De dames het moest ook leuker vind ik eigenlijk zelf. Ja, komt veel beter uit ook. Dus, maar niet verkeerd hoor. Ik ben bezoeker van deze mooie stand en ik krijg een prachtig verhaal. En hoe bevalt jou Marcom 2011 tot nu toe? Nou, ik kom hier voor het eerst, maar ik vind het zeer verrassend om ook te zien buiten alle sprekers die je kunt bezoeken en alle seminars, om te zien wat er eigenlijk op deze manier allemaal bij elkaar staat. Had ik niet verwacht. Nou, wat leuk. Terwijl we toch regelmatig de affirmatie lezen en al keurig voorgeregistreerd hebben. Maar verrassend. We hebben vanochtend een hele leuke sessie gezien over het gebruik van mobiele apps ten opzichte van mobiele websites. Dat was heel interessant en we hebben een hele leuke gesprek gehad met een leverancier van relatiegeschenken. Zeg, als ik Theater 4 zeg, dan breng jij mij gewoon helemaal daarin. Dan breng ik jou naar Theater 4. Je hebt nog geen botsingen gehad? Nog niet. Nee? Nee. Je rijdt veilig? Ik rijd veilig, ja. Ja. Van A naar B. Heb jij leuke, opvallende mensen al in je fiets gehad? Ik moet zeggen, het valt nog wel enigszins tegen. Geen inspiratie. Ik hoop eigenlijk dat jij bij mij nu in de fiets stapt. Nou, ik weet niet of ik dat subtiel kan doen met mijn rokje, maar ik probeer het wel even, ja? Dan ga ik even. Take me away ergens. Wat ga jij zo meteen doen hier? Want hier zijn heel veel mensen, zie ik. Nou, er wordt een presentatie gegeven door Steven, mijn collega. Die gaat vertellen hoe je klanttevredenheid kan omzetten in loyaliteit. En nou, daar wil iedereen natuurlijk naar luisteren. Dus dat loopt er langzaam vol. Een belangrijk onderwerp. Loyaliteit. Ja. Mensen moeten blijven bij het bedrijf. Ja, dat is heel belangrijk. Trouw zijn natuurlijk aan die klant. En als de klant tevreden is, dan kan je die loyaliteit natuurlijk gaan borgen. En dat gaat Steven vertellen hoe je e-mailmarketing daarbij kan inzetten. En al deze mensen zijn daarin geïnteresseerd, hè? Kijk eens even. Wat denk je er te leren?
Nou, heel veel over hoe krijgen we loyaliteit van klanten. Ja, hebben jullie het nodig? Ja, zeker. Iedereen gaat altijd weg bij jullie? Nou, dat nog niet, gelukkig niet. Maar we willen nog veel meer klanten houden. Heel goed, heel veel plezier. Succes. Ja, de tijd vliegt hier op Marcom 2011. Ik moet mijn vlucht halen, maar dit waren twee inspirerende, vlotte, verrassende, leuke, gezellige dagen hier. En ik kom volgend jaar zeker weer terug. Ik ga snel inchecken.